Mijn naam is Marcel Vonk. Ik ben onderzoeker hier aan de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar het verband tussen de relativiteitstheorie aan de ene kant en de kwantummechanica aan de andere kant. Een van de moeilijkste vragen die mensen mij altijd stellen is, wat doe je nou de hele dag? Want eigenlijk ben ik de hele dag aan het nadenken. En dat is natuurlijk niet zo dat ik in een leunstoel ga zitten en achterover ga leunen en ga nadenken. Maar ik doe bepaalde berekeningen, ik kijk wat eruit komt, ik probeer die te begrijpen en ik probeer die weer met het experiment te verbinden. Dus ik doe heel veel rekenwerk, denkwerk, leeswerk, kijken wat anderen hebben gedaan. En probeer zo tot goede ideeën te komen. De belangrijkste vraag uit de EPR-paradox is, hoe is het nou mogelijk dat ik instantaan, dus veel sneller dan het licht, op de ene plaats iets kan doen waar op de andere plaats een effect van is, maar toch niet sneller dan het licht informatie kan overbrengen. EPR, dat is een afkorting van drie namen, Einstein, Podolsky en Rosen. Dat zijn degenen die deze paradox oorspronkelijk bedacht hebben en gepubliceerd hebben. En Einstein was natuurlijk het grote brein erachter, maar hij heeft dat samen met twee van zijn medewerkers gepubliceerd. Het probleem waar Einstein mee worstelde was het volgende. Als je twee deeltjes laat ontstaan uit een ander deeltje, dan kunnen die deeltjes rondtollen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld rechtsom rondtollen, dat noemen we spin-up. Of ze kunnen linksom rondtollen, dat noemen we spin-down. Als ik die deeltjes laat ontstaan uit een deeltje wat helemaal niet tolt, bijvoorbeeld een pi-meson is een voorbeeld van zo'n deeltje, dan moet, dat is een natuurkundige wet die dat zegt, dan moet de totale spin moet nul blijven. Dus in totaal moet er niks blijven draaien. Dus als dit deeltje rechtsom draait, dan moet dit deeltje linksom draaien en andersom. Nou is het in de kwantummechanica zo, dat het ook zo kan zijn dat een deeltje niet volledig rechtsom draait of volledig linksom draait, maar dat er bijvoorbeeld 50% kans is dat het rechtsom draait en 50% kans dat het linksom draait. Dat noemen we een superpositie. Het deeltje is als het ware in allebei de toestanden. Nou, als ik nou twee van die deeltjes laat ontstaan en dit deeltje draait 50% rechtsom en 50% linksom, dan draait dit deeltje ook 50% rechtsom en 50% linksom. Nu kan ik die deeltjes van elkaar afhalen. En als ik dan op de ene plek het deeltje meet, dus ik meet op deze plek dat het deeltje rechtsom draait, dan weet ik op deze plek onmiddellijk dat dit deeltje linksom moet draaien en andersom. Dus op één moment gaat dit deeltje van 50% het een en 50% het andere op de ene plek over in één bepaalde toestand. En daardoor gaat op de andere plek het deeltje ook onmiddellijk over in één bepaalde toestand. En daar lijkt dus sneller dan het licht, als het ware, informatie van hier naar daar te gaan. En dat was waar Einstein mee worstelde. Hoe kan iets nou sneller dan het licht gaan, terwijl hij net zelf had aangetoond dat dingen niet sneller dan het licht konden gaan?